tussen voor ons dus Katwijk Rijnsburgse Boys en Quick Boys. De rest mocht inhalen en voor onze Katwijkse clubs op het wat lagere niveau hoefde dat dus niet. Maar toch genoeg om over te praten met onze gasten vanavond. En vandaag is dat dus de voetbaltafel met Henny Cambier van het Leids Dagblad en LeidenAmateurvoetbal.nl. Inmiddels een bekend gezicht bij ons. Ja, de ander is nog niet zo vertrouwd gezicht. Dat is Patrick de Groot, de keeper van Quick Boys dit seizoen. Patrick en Henny, alle twee hartelijk welkom. Dank je. Ja, Patrick, klein vraagje vooraf. We hadden je al uitgenodigd, zaterdag gespeeld. En wat doet een keeper dan, die volgens mij zelden een foutje maakt? Ja, gruwelijk. Een gruwelijk foutje maken, ja, ja. Dat niemand denkt dat we hem uitgenodigd hebben omdat hij een foutje maakt. Want zo zitten we ook weer niet in elkaar. En Patrick is voor de rest, volgens mij vinden ze bij Quick Boys een heel betrouwbare keeper. Ik sprak vorige week een Quick Boys supporter, zegt, die zei van, er staat tenminste iemand. Dat was voor zaterdag, Patrick. Nou, gelukkig. Ja, ja. Goed, we waren zaterdag er ook bij op Nieuw-Zuid. En we gaan die wedstrijd ook laten zien in samenvatting. Onze presentator is Jaap Kloos. Quick Boys speelde tegen Sportlust 46. Vooraf de nodige plichtplegingen, met eerst het afscheid van Hans Ulté. 25 jaar trouwe dienst als verzorger bij de selectie. En ook Dirk van der Plas, hij speelde afgelopen periode zijn 250ste wedstrijd in Quick Boys 1. De wedstrijd begint met Sportlust daar in de aanval. Is het Nick van Baren daar die de bal verliest en kan Quick Boys gaan bouwen aan een aanval? Jaap van der Plas aan de linkerkant. Omdat Bekooi vandaag op rechts speelt. Van der Plas erbij. Tekt voor die bal. Dan is het een van de verdedigers van de Sportlust die daar weet op te ruimen. Nieuwe aanval met Bekooi. De oud-Uweerser. Ketting probeert dan de bal weg te schieten. Lukt niet. En gaat de bal over de zijlijn. Zat niet echt goed in zijn vel afgelopen weekend. Jeroen Ketting, de topschutter op dit moment bij Quick Boys. Is het weer... Quick Boys wat wilde aanvallen, maar dan zit de scheidsrechter Huis in het veld. Die zegt een vrije trap voor Sportlust met uit den Bovert. Komt die bal voor... Oh, wat gebeurt daar nou? Het is het De Groot die de bal wilde opvangen eigenlijk. En tot zijn grote schrik, ja, die bal ziet opstuiteren. Waardoor die bal zomaar pardoes in het doel vliegt. Raar moment daar. 0 tegen 1 dus. Uit den Bovert namens Sportlust. Quick Boys even verslag af daar met Van der Heijden, die daar een tackle uitdeelt, kan verder het spel. Met opnieuw daar gevaren van de rood-witte met Verhoef, wou ik zeggen. Nou, dat loopt goed af. Quick Boys dus zoekend nog naar haar vorm, zoekend naar de juiste automatisme met hier Van der Heijden. Van der Heijden met Twel, oh, gaat daar liggen Van der Heijden. En wat zegt daar de scheidsrechter dan? Een penalty. Nou, daar kan je inderdaad over discussiëren. Maar de scheidsrechter is onverbindelijk. Oh, Ketting daar, die mist hem ook nog. Nou, dat past dan weer prima natuurlijk in het plaatje van de wedstrijd van vanmiddag. Ketting mist richting doelman Aaron Balk. Tweede helft met ook daar weer een raar moment. Maar doorspellen, zegt de scheidsrechter. Quick Boys in de omschakeling met Almeida. Almeida de diepte in richting Ketting. Ketting kijkt, Ketting zoekt en vindt daar Bekooi ook tegen de voeten aan van Aaron Balk. Is het misschien nog invallen Sensoy? Nee, ook hij zit helaas niet goed met zijn vizier. Hij schiet de bal over. Quick Boys weer nogmaals op jacht naar de overwinning. Maar het gaat nog moeizaam vanmiddag. Jaap van der Plas dan op rechts. Gaat hem weer eens langs. Langs Van Breukelen, de rechter verdediger. Komt die bal? Is het wegkoppen daar en Bekooi moet dan schieten, doet hij en is het toch nog daar gelijk. 1 tegen 1, eindelijk. Tommy Bekooi op de betonvol en één keer langs doelman Balk. En uiteraard, dat had Quick Boys even nodig. Sportlust daar weer in de aanval. Kan misschien gevaarlijk worden, 3 tegen 2. Je laat lopen naar die bal. Is het Trel die aanloopt? Trel, oh, wat een fantastisch doelpunt. Vlak voor tijd en uiteraard dolle vreugde bij de bezoekers uit Woerden. De verrassing lijkt compleet. Ronald Trel. En hij schiet de bal keurig in de linkerbovenhoek achter doelman Patrick de Groot. Een paar minuutjes nog met Sensoy daar. Opnieuw een Jaap van der Plas. Moet die bal komen? Zwakke bal weer. Terug bij Sensoy. Sensoy naar wie? Op Maarten Bak. Ingevallen net. Wat doet hij daar? Oh! Toch nog. Toch nog een gelijk spel nog voor Quick Boys. 2 tegen 2. Invaller Maarten Bak. De oude krijger. Doet het toch maar weer voor Quick Boys.
De laatste mogelijkheden misschien is het daar Kevin Blonk. Oh! Dat loopt dan maar weer net goed af voor Quick Boys. En het blijft helaas teleurstellend vanmiddag tegen Sportlust 2-2. Onbegrijpelijk weer. In zijn eerste helft, als je zijn eerste helft ziet, waarom we weer zo starten. Ik zou het even met mijn alle trainingsjargon niet weten. We hebben erover gesproken. Je hamert erop, je geeft het aan. Maar ja, de uitvoering is weer niet goed in de eerste 20, 25 minuten. Het heeft niks te maken met wat sommige mensen hier denken, een soort thuissyndroom? Dat mag ik niet hopen, want die speelt per seizoen toch 13 wedstrijden thuis. Dus als dan elke keer dat syndroom naar boven komt, dan heb je een chronisch probleem. En ik geloof niet dat dat het is. Ik denk dat we elkaar veel meer moeten leren aan de bal, wat we moeten doen. Als de ene de bal krijgt en dat de andere diep gaat. En dat hadden we wel bij Haaglanden, ja. Maar nu heb je natuurlijk een hele nieuwe elftal. Het moet wennen, maar dat kost tijd. Waar ligt de voetbaltoekomst van Erkan Sensoy? Op Sportpark Nieuw-Zuid of wellicht terug in het Haagse? Nee, dat weet ik niet. Dus, dat zien we wel. Ik maak eerst mijn seizoen hier af en dan zie ik het wel. Maandag zullen we er weer even over gaan napraten. En dan hopelijk dat we dan de maandagtraining en de dinsdag en de donderdagtraining iedereen weer scherp. Ja, iedereen weer scherp. Patrick de Groot, de keeper van Zuid. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd tegen Sportlust? Ja, teleurstellend natuurlijk. Kijk, ten eerste persoonlijk voor mij. Want ik ga natuurlijk zwaar in de fout bij die goal. Ja, dus dat. En het resultaat is gewoon weer negatief. En we hadden nu toch wel de hoop om weer minimaal 3 punten te pakken. Want gelijk spelen onder Gerard de Geus is er nog niet verloren door Quick Boys. Nee. Maar wel heel veel gelijk gespeeld. Hè? Ja. Ja, kijk, je kan natuurlijk met dit systeem, 3-punten-systeem, kan je beter een keer verliezen en een keer winnen. Dan heb je meer punten als 2 keer gelijk. Dus het is een heel simpel verhaal. Dus, maar goed, ja, we doen er alles aan en ja, het lukt gewoon nu net niet. Dus, Vorige week wel, maar de wedstrijd is niet uitgespeeld. Maar nee, ga je er wel vanuit dat er 3 punten zijn? Of is het gevaarlijk? Nou ja, goed, kijk, we gaan natuurlijk van bank spelen als we daar komen. Ze moeten 2 keer scoren met nog een half uur te spelen. Dus die gaan alles of niet spelen. Maar ja, we zeiden al, dat geluk hebben wij. Daar staan we een keer voor, dan wordt het gestaakt. Ja. Dus, maar goed, nee, we gaan er wel vanuit. Dat sloeg op de wedstrijd van vorige week tegen VVA 71, die na een klein uurtje gestaakt werd vanwege sneeuwval op het veld daar in Achterberg. Die wedstrijd gaat, ik geloof, tweede pasdag of zo worden ingehaald. Dat zijn dan misschien nog wel 3 punten die in de tas zitten. Laten we eerst eens kijken naar de andere uitslagen van afgelopen zaterdag. Rijnsburgse Boys speelde tegen Scheveningen. Henny Cambier was erbij, dus daar gaan we straks ook nog wat over vragen. Rijnsburg won in ieder geval wel met 2-1. Katwijk behaalde een fantastisch resultaat. Moest wel van ver komen van steeds een achterstand, maar kwam op de Westmaat toch tot een 3-2 overwinning. Voor het eerst in de historie en natuurlijk heel belangrijk voor Katwijk dat bovenin meedraait. Quick Boys Sportlust hebben we gezien. De Rijnvogels en Valken 68 oefenden met elkaar en de Rijnvogels, de eerste klasser, won van de tweede klasser makkelijk met 6-1. De vrouwen van de Rijnvogels verloren thuis van VVOG, vrouwen met 1-2. Terug naar onze gasten vanmiddag, dus Patrick de Groot en Henny Cambier. En als we even naar die andere uitslagen kijken, Henny, en als ik dan eventjes naar Katwijk kijk. Je was bij Rijnsburgse Boys Scheveningen, maar je hebt ook gewoon meegekregen, net als wij, dat Katwijk die moeilijke wedstrijd bij IJsselmeervogels, dit jaar tegenvallend, toch won. Op een bijzondere manier wel, waarschijnlijk. En ja, wat zegt dat over de titelkansen van Katwijk? Dat die erg groot zijn. Komt een hele lastige fase aan voor de ploeg. Met diverse concurrenten. Maar goed, winnen thuis van Rijnsburg een week eerder, wat dan niet echt terecht was, begrepen van alle kanten. Nu winnen van IJsselmeervogels, wat meer dan 70 jaar heeft geduurd, dat Katwijk daar een keer van won. Dus dat geeft een geweldig gevoel voor het vervolg. En ze hebben nu een klein gaatje. En ik heb het idee dat Katwijk nu toch echt absoluut de torenhoge favoriet is. We praten er een beetje over alsof het geluk zou zijn, maar Katwijk vorige seizoenen veel lof over het voetbal. Dat is ook niet echt veel slechter geworden, maar die wedstrijden die nu gewonnen worden zijn niet allemaal even goed. Wat kan daar het verschil? Zit dat verschil in mensen of in systeem? Of? Nee, maar dat typeert denk ik ook een ware topploeg. Dat ze niet allemaal goed zijn, die wedstrijden die ze spelen, maar uiteindelijk wel de punten pakken. En ik denk dat het team nog uitgebalanceerder is dan voor het seizoen. En ze weten de rust te creëren, elke wedstrijd dat er tegen zit. Ze hebben nu een aantal wedstrijden ook een achterstand omgebogen. En alles wijst erop dat als er daar 2-3 jongens een mindere dag hebben, dat anderen dat opvullen. Dus wat mij betreft is Katwijk toch op weg naar de titel. Ja.
Je was zelf bij Rijnsburgse Boys tegen Scheveningen. Ja. Voor Rijnsburg was het nodig om te winnen. Maar ja, het is een beetje een seizoen waarin, tegen de gewoonte van Rijnsburg in, waarin je afvraagt van, gaat het nog ergens om? Of zouden ze er zo niet tegenaan kijken? Nou, ik krijg niet het idee. Ik heb diverse spelers na afloop gesproken. En ook Nico Oosterlee, die gaf ook aan dat de ambitie daar absoluut nog wel ligt om nog wel iets van het seizoen te maken. Ze staan nu zevende. Ze willen absoluut nog wel naar de top drie. De titel is uit het hoofd gezet, dat lijkt me duidelijk. Maar uit niets bleek dat er met de pet naar gegooid wordt. En dat kan ook niet voor een dergelijke grote achterban en voor een dergelijke grote club. Wel een ongebruikelijke onrust daar, want als ik het lijstje namen noem, Freke, Gootjes, Koelman, Leitoe, Van de Vijver, Kluin, Kolder hebben allemaal gezegd weg te gaan. Komen dan Van Ewijk en Hessing, in ieder geval zullen wel meer spelers voor terugkomen. Maar het is ongebruikelijk eigenlijk in Rijnsburg. En ja, dat klopt. Het is natuurlijk jarenlang een hele hechte groep geweest, met vaste koppen eigenlijk. Dit seizoen is dan besloten om het nieuwe jongens in te passen. Nou, dat is niet, heeft niet het succes opgeleverd. Maar er komt een keer een moment dat spelers om zich heen gaan kijken en wat anders willen. En ja, dat werd ook zaterdag aangegeven. Op het moment dat dan één of twee jongens uiteindelijk die stap nemen, dan kan het snel gaan. En dan krijg je een sneeuwbaleffect, zoals Nick dat ook noemde. Maar wees gerust, Rijnsburg zal ongetwijfeld weer een hele sterke selectie gaan krijgen. Maar het is wennen, want ja, dat betekent dat er volgend jaar toch 5-6 nieuwe basisspelers in zullen staan. Ja. Heb je al nieuwtjes over wie daar nog bij zouden kunnen komen? Nee, daar werd met geen woord over gerept. Wel dat het vrij snel bekend gaat worden de komende 2-3 weken. En ja, volgens Oosterlee hoeven we ons daar absoluut geen zorgen over te maken. Dat wel een aantal klasbakken zijn. Maar goed, dat mag ook wel, want er gaat ook behoorlijk wat weg aan kwalitatief sterk materiaal natuurlijk. Ja. Terug naar Patrick de Groot. Je bent eigenlijk niet zo'n bekend gezicht in onze regio, maar je staat al jaren op doel. Je kwam van Haaglandia, maar daarvoor ook nog profcarrière gehad. Ja, voor Haaglandia heb ik 1 jaar Tonegro, dat is een club in Voorburg, gezeten. Die bestaat inmiddels niet meer. Daarvoor 1 jaar Haarlem. En daarvoor eigenlijk heel mijn leven bij ADO Den Haag. Vroeger zelfs nog FC Den Haag, dus dat is echt wel... Die tijd heb je ook nog meegemaakt, ja, van FC Den Haag. Stoffig. Ja, ja. Veel tweede keeper geweest, maar wel je wedstrijden ook in ADO ja, in FC Den Haag. Ja, ik kom natuurlijk uit de jeugd en ja, was een talent. En dat, ja, dat had natuurlijk vroeger gewoon zijn tijd nodig. En op een gegeven moment kwam die kans. En dat was in een periode dat het gewoon het betaald voetbal in Den Haag gewoon niet top was. En dat was aan de ene kant de voordeel, want je kreeg sneller de kans. Aan de andere kant was het een nadeel, want er moest natuurlijk gepresteerd worden. Ja. Dus nou ja, goed. En toen kwamen op een gegeven moment kwamen Rinus Israël en Lex Schoenmaker als hoofdtrainers. Ja, die mochten gewoon een heel nieuw elftal neerzetten. En die moesten kost wat kost kampioen worden. Dus er werd gewoon een bak aan ervaring binnengehaald. En ja, goed, dat was hartstikke mooi mee te maken. We zijn toen ook kampioen geworden, daar was ik ook bij. En ja, goed, nog een jaar Eredivisie daarna meegemaakt, maar heb ik niet gespeeld. En zo is het eigenlijk een beetje als een nachtkaars uitgegaan. En, dan gaat ook je maatschappelijke carrière, denk ik, meespelen? Ja, dat was toen wel de keuze. Ja, dat was toen wel de keuze. En er waren wel wat mogelijkheden om nog door te gaan in het betaald voetbal. Maar ja, dat was dusdanig onaantrekkelijk. Dus dat de keuze om maatschappelijk te kiezen. Dan heb je bent ook een Hagenaar, hè? Echte Hagenaar? Of? Ja, okay. Hagenees. Dan kom je uiteindelijk bij Haaglandia terecht. Dan zit je een behoorlijk aantal jaren. Maak je de stap ook van de hoofdklasse naar de topklasse zondag? Ja. Hoe kom je dan uiteindelijk weer bij Quick Boys in de hoofdklasse terecht? Hoe gaat zoiets bij jou? Nou, dat is eigenlijk wel een heel simpel verhaal. Ik heb eigenlijk vanuit het betaald voetbal ben ik de zondag ingerold. Ja, puur toeval. Ik ging heel laat uit het betaald voetbal weg. Dus er waren niet heel veel clubs voor het oprapen, zeg maar. En ja, ik werd door Tonegro benaderd toen. En dat was toevallig zondag. Ik heb er helemaal niet bij nagedacht om überhaupt te kiezen voor zaterdag of zondag. En dat is eigenlijk zo gegroeid. En na een jaartje kwam Haaglandia en dat is eigenlijk hetzelfde geweest, puur toeval. Maar hoe kom je dan bij Quick Boys terecht uiteindelijk? Nou goed, ik heb 6 jaar Haaglandia natuurlijk gehad. En ja, op een gegeven moment, door de jaren heen heb ik echt wel contact gehad met zaterdagclubs. En eigenlijk altijd de boot een beetje afgehouden. Maar wel iedereen altijd gezegd van, joh, waarom ga je niet op zaterdag voetballen? Want dat is veel leuker. De sfeer. De sfeer. En nou ja, goed. En dan heb je altijd wel in je hoofd van, joh, ik zal er een club als Rijnsburg of Quick Boys een keer langskomen. Ja, dat kan je dan een keer niet laten lopen. En nu, ja, ik bedoel, met alle respect, maar ik ben natuurlijk niet de jongste meer. En
Dus als ik het wou doen, nou, moest ik het nu doen. Nou goed, en ik was bij Haaglandia ook wel een beetje klaar. De ploeg ging ook uit elkaar vallen. Een beetje wat nu bij Rijnsburg gebeurt, dat gebeurde bij ons vorig jaar. Nou ja, is natuurlijk de spits naar Rijnsburgse Boys toe gegaan. Nou, Erkan naar Quick Boys toe. En zo nog een aantal jongens. Dus dat gevoel kreeg je daar ook van. Het kan wel eens afgelopen zijn. En dus daarom, toen belde Quick Boys eigenlijk op dat moment dat ik het daar op de WIP zat. Dus ja, dan is het... Waren er op dat moment ook andere clubs die... Van Bokhoven is bijvoorbeeld oud ploeggenoot van je, ja. Bij Rijnsburg. Ja. Sensoy is toevallig of samen met jou meegekomen naar Quick Boys? Gaan die dingen dan samen? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat is niet samen gegaan. Ik weet dat Erkan op een gegeven moment... Ik was al benaderd. En op een gegeven moment zei Erkan... Ik ben door Quick Boys benaderd. Ik zei, nou ja, ik ook. Dus ja, uiteindelijk zijn we wel een keer samen gegaan. En, dus zo gaat het. Maar ja, goed. Je zit duidelijk bij een club die ook wel de ambitie heeft. Je zat in de topklasse zondag dan. Ja. Een club met ambitie om naar de topklasse zaterdag te gaan. Dat gaat in zo'n eerste seizoen dan toch... Misschien ook wel omdat er gebouwd moet worden... gaat dat niet echt voorspoedig? Wat zit er volgens jou dit seizoen nog in voor deze ploeg? Nou goed, er is natuurlijk nog genoeg te halen. Want kijk, we hadden afgelopen zaterdag moeten winnen. Dan had je nog een kansje gemaakt in de tweede periode. Maar de derde periode moet natuurlijk nog beginnen. En ja, daar moet je gewoon alles uit gaan halen. Je moet gewoon alles aan doen om die, hoe klein de kans ook is, maar die moet je gaan proberen te pakken. En of dat lukt, ja, dat is een tweede. Maar je moet natuurlijk alles aan doen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Maar ja, de kansjes die je krijgt, die moet je gewoon gaan proberen te pakken. Zit er ook in die groep geen onrust? Omdat ook bij Quick Boys natuurlijk een flinke verversingsslag gaat plaatsvinden. Ja. Je hebt het nu een paar keer meegemaakt voor jezelf. Maar nou, wat herken je daarvan? Ja, nou ja, ik kan er niet zo heel goed over oordelen. Omdat dit is mijn eerste jaar. En ja, het enige wat ik nu kan doen is als je merkt dat het onrustig wordt... Om te proberen om die gasten met z'n allen gewoon één kant op te gaan laten gaan. En zo goed mogelijk het jaar af te sluiten, ook als je weggaat. Weet je, ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja, onrust. Ik heb gehoord dat het in de voorgaande jaren ook heel onrustig was. Dus ja, misschien moeten we daar wat van leren. En proberen om nu in ieder geval het seizoen goed af te maken. En om dan maar nu inzetten om te gaan bouwen. En dan blijven toch dit jaar, ondanks dat er nu al een hoop jongens hebben aangegeven dat ze weggaan. Of weg moeten. Blijven er ook een aantal jongens die nu ook in de basis staan. Dus, waaronder jij, hè? Trouwens, je hebt wel bijgetekend voor. De handtekening staat nog niet. Oké. Nee, we hebben in principe we hebben allebei uitgesproken dat de intentie is om door te gaan. Dus dat zal niet lang duren. Er zijn ook twee jonge keepers die hebben bijgetekend. Ja. Heb jij daar een speciale band mee, een speciale opdracht voor? Want je bent een dikke dertiger, om het maar even voorzichtig te zeggen. Ja. Dat zijn gasten van... Wel figuurlijk, hè? Een ruim dertiger zullen we dan zomaar noemen. Twee jonge gasten, heb je daar iets speciaals mee en ook een opdracht voor gekregen? Nou ja, de opdracht is natuurlijk wel, die is niet zozeer persoonlijk naar mij toe, maar voor de club en voor die gasten om een van die twee wel mij op te laten volgen. De helderheid, we praten over Kevin Sip en over Ruben van der Does, die ook inmiddels alle twee hebben laten weten om volgend jaar te blijven. Ja. Dus jullie blijven met z'n drieën, dat keepers trio. Ja, dat klikt heel goed. We hebben een goede band. Nou, net als vandaag, ik weet natuurlijk dat ik hier naartoe moet, dus ik heb de training laten schieten. En dan belt Kevin 's middags op van, joh, zullen we een uurtje eerder gaan trainen? Okay. Nou ja, dat zijn toch wel leuke dingen. Dus dat geeft toch wel aan dat het wel dat onderling wel goed zit. En het is gewoon de bedoeling dat ik mijn ervaringen zoveel mogelijk met hun deel en overbreng. En dat ze daar het beste uit kunnen halen. En ervaring heb je natuurlijk, want ik vroeg je net hoe lang keep je al. Toen zei je van ja, ik heb nooit anders gedaan. Ik heb nooit anders gedaan. Maar laten we zeggen op seniorenniveau. Nou ja goed, ik ben nu 34, dus reken maar uit. Heel wat gezien en heel wat voor de jongens over te brengen. Henny, even naar jou over Quick Boys. Is onrust eigenlijk... Elk jaar niet de grootste vijand van Quick Boys? Ja, daar lijkt het wel op. Vorig jaar natuurlijk meegemaakt rond de winterstop. Ook veel ellende met spelers die al wisten dat ze zouden moeten vertrekken. Ik denk toch wel dat uiteindelijk heeft meegewerkt dat er diverse punten zijn kwijtgeraakt. En ja, dat valt nu ook maar te bezien. Ik moet gezegd, de laatste tijd wordt er niet meer verloren bij Quick Boys. Maar ze schieten
totaal niets op met die gelijke spelen. 7 keer uit mijn hoofd inmiddels. Ja, daar breek je geen potten mee. En ja, ik heb zeer mijn twijfels over de derde periode. En meer het gevoel dat alles op volgend jaar gezet zal gaan worden. Zeker gezien die jongens die daar gaan komen van allemaal topklassers eigenlijk. Ja. Daar is ook heel erg de naam van Verdonkschot aan verbonden. Toch even terug naar Patrick. Je maakt nu Gerard de Geus mee als hoofdtrainer. Ken je überhaupt Ted Verdonkschot als trainer? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Vroeger was hij trainer van de tegenpartij, zeg maar. En, ja, ja. Dat was meer dan in de oefen- en bekerduels. Maar goed, ja, je bent gewoon geïnteresseerd in voetbal natuurlijk. Dus ook al speel je op de zondag. Ik ken natuurlijk een groot gedeelte van wat er op zaterdag leeft natuurlijk. Dat volg je gewoon. Kun je wat dat betreft de nieuwe jongens die gaan komen? Ja, een aantal wel. Ik moet zeggen, die twee jongens van Spakenburg, die kende ik dan niet. Maar toevallig Rikje van den Berg, zijn vader woont bij mij in de straat. Okay. En die sprak ik vorige week en die zei van nou, dat zijn allebei goede gasten voor je groep en goede voetballers. Ik denk dat dat nog belangrijker is. Woudenberg en Zwarthoed praten we dan ook. Ja. Dus dat lijkt me alleen maar positief dan. Ja. Dus, is bij jou jij zegt van we willen van dit seizoen nog wel degelijk wat maken, die derde periode, want die begint denk ik, jullie spelen zaterdag tegen Volendam thuis. Ik denk dat dat nog de tweede periode is. Ja. En dan speel je, behalve dan die inhaalwedstrijd VVA, speel je verder voor die laatste periode. Ja. Heb jij ook het gevoel dat die knop bij sommigen al om is na volgend jaar? De naam Verdonkschot is ook zo'n... En hoe bedoel je dat dan? Positieve zin, negatieve zin? Nou ja, dat wat Henny eigenlijk opmerkt, dat je zegt, ja, ik heb toch meer de indruk dat Quick Boys alles gooit op volgend seizoen. Ja, maar dat is dan misschien meer vanuit de club... kijk, wij zijn natuurlijk toch, je bent gewoon een groep voetballers. En de selectie is echt nog wel bezig met dit seizoen. Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. En kijk, de resultaten vallen natuurlijk tegen. Maar je bent allemaal, je hebt allemaal je eergevoel. En je wilt gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Mm-hmm. En ja, goed, we hebben een groep jongens die wel doorgaat. Is ook een kern van dit elftal. Dus nou ja, wij kunnen met z'n allen wel zo sterk zijn. Om gewoon te zorgen dat die ploeg tot het einde, tot het uiterste gaat. En dat gaat ook 100% gebeuren. En, natuurlijk begrijp ik dat mensen zeggen van joh, ik heb mijn twijfels over een derde periode. Maar ja, voetbal is ook heel opportunistisch. Het kan zo omslaan. Kan toch maar gebeuren, ja. En als Jeroen Ketting het bij ons op zijn heup hebt, dan kan hij er natuurlijk een paar inschieten. Ja. Belangrijke aanvulling geworden. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hoewel die zaterdag wat minder gelukkig speelde volgens onze verslaggever Jaap Koos. Ja. Ja, is ook zo. Maar goed, dat... Ja, dat kan iedereen gebeuren, dat hebben we gezien. Ja, ja. Dus, ja. En ook Jeroen Ketting, ik bedoel, ja, we zijn allemaal mensen. Dus, maar goed, weet je, ik wil alleen maar aangeven dat je kan, als we een keer lekker op voorsprong komen, eigenlijk zoals vorige week die uitwedstrijd, ja, dan kan het zomaar omslaan. En dan kan je dus wel in één keer een aantal wedstrijden neerzetten. En dan komt misschien het geloof weer wat makkelijker terug. En, ja, dus ik vind dat je er altijd voor moet blijven gaan. Ja. Wat ervaar jij nou van, je hebt verschillende clubs gehad, hè? Dus Quick Boys best wel een bijzondere club. Hè? Ja. Ik las ook weer bij Sportlust, bij het verslag van de wedstrijd, las ik ook weer van, ja, het is de mooiste amateuraccommodatie in Nederland. Nou, dat vinden we in Katwijk misschien ook wel. Denk het wel. Hoe is het om daar te spelen? Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is een ding wat zeker is. Ja, kijk, ik heb laatst toevallig ergens een artikeltje gelezen dat zelfs nu... Quick Boys nog steeds het meest gemiddeld aantal toeschouwers heeft van heel de zaterdagafdeling. Dus niet alleen van de hoofdklasse. Ja, dik boven de 1000 gemiddeld in ieder geval. Dus dat zegt toch wel wat. En dat geeft natuurlijk ook wel aan wat er mogelijk is bij die club. Want, ja, en het is wel grappig, want laatst vroeg iemand in de kantine aan mij van joh, blijf je en waarvoor dan? Ik zeg, het is toch een prachtige club. En die zegt ja, hij zegt, maar je ziet nu het lelijkste gedeelte van die club. Dus nou ja, ik wil het mooie gedeelte ook wel een keer meemaken. Ja, ja, ja. Dus en als we dan, ja, weet je, als je dan een promotie meemaakt of en misschien al een goede serie wedstrijden, ja, dan ben ik wel benieuwd. Dat moet helemaal genieten zijn. Dat moet iets zijn om voor alle spelers om naar uit te zien. Ja. Ja, dat levert dan natuurlijk ook wel weer de nodige druk op. Klein uitstapje, Henny, naar de Rijnvogels, want die zitten ook in een bijzondere fase. Zijn goed gestart in 2013, gelijkspelletje tegen RCL, maar daarna een paar goede overwinningen geboekt. Ziet eruit, ik heb ze zelf zien spelen tegen DSVP, ziet eruit als een ploeg die zomaar kampioen zou kunnen worden. Maar ze hebben een hele grote concurrent, hè? Die heeft zaterdag trouwens
gewoon gewonnen, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, Delta Sport overtuigt ook enorm. Spijkenies is ook heel goed de winterstop uitgekomen. Die drie, daar gaat het eigenlijk om. GHC is verder achterop geraakt. Is ook niet echt een titelkandidaat, denk ik. Rijnvogels zelf zien spelen tegen SHO. Ja, dat stond bij rust 4-0, wordt uiteindelijk 6-0. Dat ging met speels gemak. Ja, als het gaat lopen bij Rijnvogels, dan zijn ze door heel weinig te stoppen. Maar ja, Delta Sport blijft een hele taaie. Die krijgen ze nog wel thuis op zich. Maar dat Rijnvogels tot het laatste moment gaat meedoen, dat lijkt me eigenlijk wel een zekerheid. Zeker nu ook Thomas Dijk voorin goed gaat draaien. Nou, Beiersberg pikt heel makkelijk zijn goaltjes mee. Het ziet er gewoon goed uit, defensief op zich ook zeer zeker. Ja. Maar het zal gaan tussen het trio wat ik net aangaf. Ja. Er staat ergens half maart de wedstrijd tegen Delta Sport op de Kooltuin staat op het programma. Denk ook zaak om even geen fouten te maken in die aanloop. Hè? En wel misschien te profiteren van een foutje van Delta Sport. Maar dat... Ja, nee, maar dat is ook wat Hein ook aangeeft. Kijk, dat is absoluut een topper buiten kijf. Maar die andere wedstrijden zijn minimaal zo belangrijk. Ze moeten bijvoorbeeld nog naar Voorschoten, om wat te noemen. Dat kan alle kanten op. Dus, maar alles is erop geënt om in ieder geval heel waakzaam te zijn. Dat ze niet in andere wedstrijden dan punten laten liggen. Want ze liggen natuurlijk al 3 achter, zeg ik even uit mijn hoofd. We gaan spannend.